Hallo en welkom weer bij Vinoniek. Het zijn binnenkort de Riesling Weeks. En daarom gaan we deze keer hebben over Riesling. We gaan het dus hebben over Riesling en over die Riesling Weeks. Nou, Riesling vinden we overal ter wereld, maar de essentie vinden we in Duitsland. Het is dus ook het Duitse wijninformatiecentrum die heeft gezegd: we gaan een ode brengen aan de Riesling en we gaan de Riesling Weeks introduceren. Wat houdt het in? Je kan bij vele restaurants kan je reserveren een speciaal menu dat volledig in teken staat en omlijst wordt door prachtige Duitse Rieslings. Van alle soorten en vormen en maten. Nou, ik zit hier in Eidok, Amsterdam en ook zij zullen meedoen met deze Riesling Weeks. En hier gaan we mijn drie Rieslings van deze keer proeven. Laten we beginnen met de meest vriendelijke van het stel. En dat is deze Rheinhesse Riesling. Dit is de wijn met het meeste zoet. Lychees en perzik en sappigheid. Voor mensen die echt van dessertwijn zoet houden, dat is dit zeker niet. Maar als je wel van zoet houdt en naar een zomers moment wil gaan en dan toch de liefelijkheid van het zoet wil ervaren, dit is een waanzinnige prijs-kwaliteit verhouding. En let op, Duitse Rieslings van onder de 10% alcohol. Deze heeft de 8,5. Dan weet je dat het zoet is. Dan nummer 2. Na de Maxmann Riesling 2014 uit de Rheinhessen. Dit is een wijn met heel veel vriendelijkheid, maar toch ook intensiteit. Want in de aanzet krijg je eerst de zuren. Krijg je iets wat je aandacht oppakt. En als het je aandacht heeft, dan wordt het liefelijk en zacht en rond. Een wijn die al bij heel mooi gerechtje met iets van Hollandse garnaaltjes kan. Iets met een stukje kreeft kan. Omdat het uitwaait in iets heel mooi zachts. Deze Cliffhanger Riesling is wat klassieker. Is een moezelstijl. En dat heeft iets minder dat olieachtige rijpen. Maar meer het vuurstenen, meer het rokerige. Een Riesling van charme, maar wat meer karakter. Omdat het net iets droger is dan de andere twee, komt netjes meer het aardse en het rokerige en het indringende komt door. Maar de zuren zijn heel goed versmolten met de rijpheid van het fruit, wat hem heel erg gul en bijna vol wordt. Dus het is niet meer het frisse van de perzik, maar iets meer rijpheid van het abrikoos. Allemaal wijnen met charme, met mooie zuren, met verfrissing, maar in de verhouding steeds anders. Zodat het past bij een andere persoon in een andere situatie met een andere behoefte. Riesling kan het bijna allemaal. De Riesling Weeks zijn van 1 tot 17 juni. Zorg dat je erbij bent en leer Riesling nog beter kennen. En anders lekker voor thuis op de bank. Dit was de video over Riesling en de Riesling Weeks. Tot de volgende keer. Tot Vinoniek. Doei!